Er wordt dus gezegd van, hey, luister eens, in het verleden zijn dingen gebeurd die dus vaak niet helder zijn voor mensen, voor jongeren, voor kinderen, vaak ook voor ouderen. En dat willen we een beetje verduidelijken. Oké, dat is een stelling die er gewoon is. En sommige mensen die voelen zich zo en die hebben zoiets van, hey, ik zou gewoon crimineel blijven. Wat? Wie gaat, niemand gaat mij veranderen. En het recht heb je om zelf te ontdekken wat deze wereld voor jou heeft. Om daarop in te gaan, er is geschoten, zijn bepaalde dingen, jongeren komen in criminele activiteiten, mensen willen snel geld verdienen, want aan de andere kant, als je dus naar school gaat, dan hoe lang duurt de opleiding gemiddeld? 7 jaar, 4 jaar? Oké, 4 jaar, dan moet je naar school en dan krijg je een studiefinanciering. Oké, jij kan me er wat meer over vertellen. Ja, je krijgt een studie. Ja, je gaat naar school, je krijgt een studie financieren, maar dat is niet genoeg. En daar beginnen de problemen, zeg maar. Want je hebt meer geld nodig, je gaat op jezelf. Je krijgt misschien 600 euro. En dan ja, wil je ook weer die schoen kopen, je wil ook dat wil kopen. Maar je moet ook weer je schoolgeld betalen. En daar begint het eigenlijk allemaal. Maar ja. Dan hoorde ik deze dame iets oproepen. Ik zei, als je schoenen wil kopen, je wil schoenen kopen, bla bla bla. Het hoeft niet. Als je al 1 paar schoenen hebt, je hoeft niet 1000 paar schoenen te hebben. Hoeft niet. Het is niet nodig. Jeetje. En als je 6 barkje ook sowieso te veel vindt, ben je sowieso al uitwonend ingeschreven. En als je nog Oslo woont, dan krijg je sowieso misschien of 70 euro tot 3 barkie. En als je dat nog steeds niet genoeg vindt, dan ga je gewoon werken, snap je? Dus ja, als je 6 barkie nu genoeg vindt, ik weet echt wel wat je met 6 barkie kan doen hoor. Ik kan genoeg dingen voor je opnoemen. Oké, dus deze man zegt van kijk, er zijn genoeg opties om te komen dat van ja, je hebt studiefinanciering, je bent uitwonend, je hebt een beurs. Als je iets wil, dan moet je er gewoon voor gaan. Dan moet je of sparen of werken, wat die meneer daar zei. En ik kan me ook best indenken, want zij zegt van, hé, ik ga naar Scoro en dan krijg ik een studiebeurs, is niet genoeg. Want je wil dit, je wil dat. En ik denk van, hoeveel mensen hier zo denken dat de media een grote rol speelt in het materialistisch oog. Ik zie daar eerst een hand. Ja, en dan kom ik helemaal hier zo. Blijf maar zitten. En daarna kom ik bij die meneer daar. Dus niemand anders vindt dat de media invloed heeft op hoe wij naar dingen kijken. Gewoon, even serieus, als Piet Diddy op zijn slippers naar school ging, gingen jullie ook, eerlijk zeggen. Eerlijk zeggen, je ging niet hosselen om dingen te kopen die waarvan zij zegt dat je het niet nodig hebt. Of niet? Dus de media heeft wel degelijk invloed. Mag ik jou een vraag stellen? Ik ga hem toch doen. Vind je dat de media een negatieve invloed brengt op de jongeren van tegenwoordig? Ja. Sommige momenten toch. Ja, dat is het. Als je geen geld hebt en zo, of je gaat hosselen, dan praat ze alleen slecht over jou en zo. Voor iedereen gewoon. Oké. Dus, als je gaat hosselen, dan gaan mensen slecht over je praten terwijl je eigenlijk het goede pad op wil gaan. Dus dat wat je wil zeggen. Oké, dus de media speelt voor sommigen een positieve rol en voor sommigen een negatieve rol. Wie wil daar op inspringen? Niemand? Oké. Nou, het ligt er waar je naar kijkt. Als je naar MTV kijkt, de hele dag. Kijk je alleen maar naar clips die, ja, niet alles is negatief, maar als je naar Nederland 3 kijkt, heb je BNN, ik wil informatieve programma's, Nederland 1, Nederland 3, ik ben zelf lastig dus. Dus deze man zegt dat de media dus wel
degelijk informatieve dingen heeft waar dus jongeren zeer op aan kunnen trekken. Die man heeft zelf ook, die man zegt hij is lasser, dus hij is ook ondernemend. Hij verdient zijn brood door te werken. Maar ik begrijp dat sommige mensen in ons midden werken tussen twee aanhalingstekens anders zien. Jij wil wat zeggen? Kom maar naar voren, man. Zeker. Ik wou even iets zeggen op die MTV. Kijk, je weet toch, er zijn sommige mensen die kijken naar MTV Cribs. Kijk, die mensen zijn rijk to coin. Sorry voor mijn woord, maar je wordt jealous achter die televisie. Je denkt, boe, die man heeft auto, vrouwen. Je gaat ook zeggen, je gaat niet eens denken dat die, je gaat zeggen, weet je wat, fuck die man, ik ga mijn eigen ding doen. Wat ga ik naar iemand zijn shit kijken, dan word je surf, je wordt oud, ga je eigen ding doen, weet toch. Laat de gemeente hun dingen zelf doen, wij doen ook onze dingen. Man. Zolang als je mij niet stoort, dan stuur ik jou ook niet. Zou ook goed doen, brother? Dus, om zijn verhaal een soort van om te keren, is het van de media werkt inspirerend. Toch? Nou, dan moet je deze avond moet je dus ook zien als de media. Want wij hebben een soort van docu gemaakt. Live in onze achtertuin, bij onze eigen mensen, is ook media. Begrijp je? En de bedoeling dus eigenlijk van dit ding is om te laten zien dat wij die hier zitten en anderen die hier niet zijn of konden zijn, dat we gewoon toch een positief naar de buitenwereld toe, ja, toch een bepaalde imago dragen. Sommigen zeggen van, hey, schijt aan die imago, weet je, maakt niet uit wat je denkt. Jij betaalt mijn huur niet, je betaalt dit niet, je betaalt dat niet. Begrijp je? Maar aan de andere kant kom je ook geen steek verder. Want als je naar P. Diddy kijkt... Snap je? Ik kan naar die man blijven kijken. Maar hij werkt misschien inspirerend. Oké, hij zegt dus... Je kijkt naar MTV of naar P. Diddy en je kijkt hoe hij dus rijk wordt terwijl jij... Gewoon rustig op de televisiebuis zitten kijken van sang, die man heeft dit, die man heeft dat. En die man shine elke dag en elk uur draagt hij een andere patta. Elke minuut zo, elke uur. Oké. Jij wil wat zeggen? Kijk, lassen kan ik al sinds mijn 18e. Ja. Maar die diploma's heb ik hier gehad. En ik heb voor 1 diploma 1 maand gedaan. Theorie en praktijk. Dus ik heb er 4. En dat heb ik in 4 maanden gedaan. En dan was het gewoon werken. Wat heeft hij gedaan? 4 diploma's.